Dat Nederland goed is in schaatsen, dat hoef ik jullie niet te vertellen natuurlijk. Kijk maar op de Olympische Spelen. De medailles vliegen ons om de oren. Voordat je wedstrijden op internationaal niveau mag rijden, hoe zit het dan? Hoe zit het met de wedstrijden hier in Nederland? Dat gaan we vandaag onderzoeken. De schaatsbeelden die we nu kijken, dat zijn beelden van de Holland Cup. De Holland Cup is een serie wedstrijden die door de hele winter worden gehouden. Eigenlijk loopt die bijna synchroon aan de World Cup. Alleen de World Cup is internationaal en de Holland Cup is nationaal. Een schaatser mag meedoen met de Holland Cup als hij bepaalde limieten heeft gereden. De limieten zijn elk jaar anders, maar gemiddeld moet je ongeveer dit rijden. Op de Holland Cup doet ongeveer de top 30 mee van Nederland. En wanneer je op de Holland Cup goed rijdt, ga je door naar het Nederlands kampioenschap. Rij je op het Nederlands kampioenschap goed, dan ga je door naar de World Cup. En of het wereldkampioenschap. Voor de Olympische Spelen hebben we een aparte selectiewedstrijd, maar daar zijn jullie volgens mij wel bekend mee. De Holland Cup wordt dus door heel Nederland gereden. De kans is ook heel groot dat er een bij jou in de buurt is, want er zijn meer dan 15 ijsbanen in Nederland. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie er veel van hebben geleerd. Tot de volgende keer.